Er is meer geweten over de ware reden waarom Jenny, a.k.a. Janine Bisschops, thuis heeft verlaten. Jenny had al verschillende keren laten weten dat ze meer vlees wilde aan haar rol. Dat bleek ze letterlijk te nemen. Ze had zelf een spectaculaire gangrape voorgesteld in een verlaten garage in Molenbeek, omdat dit de enige heftige plottwist was die nog niet te zien was in de populaire soap. Toen de regisseur dit scenariovoorstel weigerde, ging Jenny op haar bekende manier door het lint. Ik citeer: "Ik wil niet alleen meer vlees aan mijn rol, ik wil ook meer vlees in mijn rol. En gangrape had taboe doorbrekend geweest en had mij als actrice weer op de kaart gezet. Volgens de scenaristen kregen ze die loods in Molenbeek moeilijk in het verhaal, maar ik zeg, try harder. Ze hebben mij wel al ergere dingen laten doen. Goed, ik stop. Ik ga wel vagina monologen spelen in het Fakkeltheater." Zegt ze.